Welkom, liefhebber van het betere DTP-werk. Als creatievelingen houden we ons liever bezig met goed ontwerp. Massa's afbeeldingen converteren naar een ander formaat doen we dan ook veel liever zonder al te veel wachttijd. Dankzij Adobe Bridge is dit ook mogelijk om in de achtergrond te laten lopen. Ondertussen kunnen we gewoon verder werken. Hierbij vertel ik je met plezier hoe je dat opzet. In Bridge vinden we het exportvenster onder Window, Export. Hier krijgen we onze bestaande presets te zien. Wij gaan er zo meteen een nieuwe maken. Ik klik op New Preset en ik ga hier gaan voor Visuals High Res. Ik kan dit naar een specifieke locatie gaan exporteren of ik kan het in de file location houden van de geïmporteerde afbeeldingen. In dit geval heb ik een specifieke locatie in gedachten. Deze folder heb ik al klaarstaan en dan klik ik op open. Dan is die gekozen. Eventueel een subfolder, dat is mogelijk, zal ik hier niet doen. Als formaat kies ik hier voor TIFF en eventueel met wat extra instellingen hier ben je volledig vrij natuurlijk volgens je eigen afspraken, je eigen workflow. En ik ga een zekere resizing gaan toepassen. Dat kan op basis van een scaling van de originele beelden. Ik heb een specifieke pixel dimension in gedachten. En ik ga hier voor 2500. Dat kan op basis van zowel long edge, short edge of breedte of hoogte. En volgens het principe fit of fill. Ik ga hier eigenlijk gewoon gaan voor dus een maximum breedte of hoogte van de long edge van 2500 pixels op een resolutie van 300 pixels per inch voor print. En dan is deze preset klaar. Hetzelfde ook even voor twee andere presets. Medium res, specifieke locatie. Hier gaan we voor een JPEG. Image quality op het maximum graag. En de sizing zal hier 1500 worden, opnieuw naar 300 pixels per inch. En tenslotte nog een low res. Hier ga ik voor PNG 8-bit, 500 pixels en dan 72 pixels per inch. Nu nemen we er even onze bestanden bij. We kunnen op Mac makkelijk onze folder met alles erin slepen op het Bridge-icoon voor een snelle navigatie. Op Windows kan je ook op rechts klikken en dan kiezen om te openen in Bridge. In de View Settings kies ik even voor Show Items from Subfolders en even sorteren op type. En dan kan ik ook heel vlug alle nodige PSD's min de template file voor mijn bestanden slepen op de conversie die ik graag zou hebben. Dus in dit geval Visuals High Res, Medium en Low Res. Dit staat in de wachtrij, gewoon op start drukken en dan gaat dit aan de slag. Dit kan gesloten worden en het zal ondertussen gewoon verder lopen. Ondertussen kan ik teruggaan naar mijn Illustrator, Photoshop of InDesign. Zo, dat bleek voor 3x70 afbeeldingen best nog mee te vallen, ongeveer een vijftal minuten. Hopelijk is dit voor jou een zeer nuttige tip en wil je meer weten, like, abonneer je. Of vertel ons in de comments jouw suggestie voor een volgende video. Tot een volgende keer.